Goedemiddag, je kijkt naar het Zorgjournaal van de Nationale Zorgids van maandag 31 december 2012. Professor Henk Visser, voormalig afdelingshoofd van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, heeft een boek geschreven over de invloed van psychische factoren op de groei van kinderen. In 50 jaar geneeskunde beschrijft hij onder meer de ervaringen van ondervoedingsexpert Elsie Widdowson, die vlak na de Tweede Wereldoorlog in twee Duitse weeshuizen werkte, Bienenhuis en Vogelnest. Zij ontdekten dat de kinderen in Vogelnest met evenveel eten sneller groeiden dan de kinderen in Bienenhuis. Na een half jaar werd de zeer strenge en norse directrice van Bienenhuis overgeplaatst naar Vogelnest. Het volgende half jaar groeiden de kinderen in Bienenhuis juist sneller. In Zuid-Frankrijk heeft gisteravond een brand in een psychiatrische kliniek het leven gekost aan twee patiënten. Drie raakten gewond. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Mogelijk is de brand door een van de gewonde patiënten aangestoken. Hij zou een aansteker in zijn hand hebben gehad. Ook in de jeugdzorg ontstaat de trend dat werknemers steeds vaker uit dienst treden om zich als zelfstandig ondernemer te laten terughuren. Uit cijfers van bemiddelaargezinshuis.com blijkt dat er op dit moment al ruim 50 particuliere gezinshuizen zijn. De bemiddelaar meldt dat vooral mensen belangstelling hebben die ervaring als crisis- of pleeggezin hebben of eerder in de jeugdzorg hebben gewerkt. Ook werkte een deel al als gezinshuishouden, maar dan in loondienst. En ouderengezinnen komen ook in aanmerking. De vrouw die vorige week op een metrostation in New York een Indiaanse man voor een binnenkomende trein duwde, krijgt een psychiatrisch onderzoek. De 31-jarige Erika Menendez heeft tegen de politie gezegd dat zij haar daad beging, omdat zij sinds de aanslagen van 11 september 2001 hindoes en moslims haatte, omdat zij dacht dat het cool zou zijn. De vrouw werd zaterdagavond aangeklaagd wegens een haatmisdrijf. Tijdens haar voorgeleiding bleef ze keihard lachen. Volgens advocaat Dietrich Epperson gedroeg zijn cliënten zich zo tegenover de rechter niet anders dan tegenover hem en vindt zij de zaak helemaal niet grappig. Dit was het Zorgjournaal van de Nationale Zorgids. Mijn naam is Els Hermans, fijne jaarwisseling en tot woensdag.